Hey kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Minecraft Hunger Games en ja, dit is de laatste die ik echt ga recorden vandaag, want uh, ik ben helemaal geobsedeerd. Ik heb nu 400 punten plus. We spelen hier op Freeze Island en wel dit is, denk ik, mijn op één na minst favoriete map. Het is een soort van Freeze Island, maar dan uh, ja, is het water allemaal bevroren en je gaat dood door door schokken onzin dingen en het is gewoon waardeloos. Maar goed, let's get winning, shall we? Dat begint goed. What the fuck, man. Ah, just die. Just die. Echt waar. Ja, scheidwijf. Armer, armer, armer. Scheidwijf doodmaken, echt waar. Ik ga naar de pirate ship, ja, dat is mijn boot. Goedemiddag, jongens. Oh, al die victims gaan allemaal. Oh, ja. Yeah. Wel, je bent dom. Oh, wat ben jij... Holy fuck, wat is dit nou? dom dom Ik zit in een dum, dum, Oh my god, prachtig, prachtig gewoon. dum, 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 dit dum, 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 Christmas in the dum, Oh god, oh dum, prachtig. Oh, ik heb één brood, maar liefst. En een boog en shit. Ik kan Deathmatch gewoon winnen. Gewoon, het kan echt waar. Nee, ik, ik ga hier zitten. Ik ga hier de hele game gewoon zitten. Echt waar. Totdat Deathmatch begint. En dan win ik gewoon. Dan ga ik gewoon winnen. Dan zal ik gewoon hebben. van, what the fuck. Yeah, back -up, I have shit in the hole in a whole, the hole game. Yeah, buddy. Oh, prachtig. Neem me goed. Nou, we hebben wel even de kans om um, over wat onderwerpen op jullie te praten. Wel, als eerste, ik ben nu... Ik ben nu level. 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 Wat voor level ben ik? Oh, nou nee, dat zie je niet. Ik heb iets van 400 punten. Dus dat zeg ik net wel al. Maar ja, ik ben dus van plan om hier, ja, een hier soort serie van te maken. Dat zei ik al heel vaak. Maar ik heb er nog wat verder over nagedacht. En ik ga het echt, echt gewoon doen. Uh, als jullie gewoon me genoeg likes geven onder de vorige hanger games. Hoe sneller de volgende weer online komt. Haal ik bijvoorbeeld in één dag 20 likes op een hanging games. Dan uh, zie jullie gewoon de volgende dag gewoon weer een nieuwe hanger games. Zo simpel is het. Maar, uh, ja, ik ben best wel in good shape. Ik heb wat stone swords en shit. Oh, dit is zo, so, zo so stom. Hé, hey, hoe heet jij? Hé, dude. Come in die hole with me. Lol. Lol. We are winning. <laughs> Let's team. <laughs> He, fire creep twaalf, He dood. Fire. Let's. Team. Please. We are winning. Winning. <laughs> oh god, please. Fires. Fires. Fire creep. Please dood. Team. Team, please. Dood. Dood. Don't leave me like this. <laughs> wow. Dit is echt de geweldigste Hunger Games ever. Oh my god, iedereen dood. Iedereen, dat is wel nice. Uh, oh my god, Wookie. Vookie x Nee, maar goed, jongens. Ja, het is dus gewoon heel simpel. Hoe meer likes, hoe meer je uh, Games er online komen. En misschien als het echt gewoon super populair is, dan plan ik om in de maand augustus. Uh, um, denk ik. Ik weet niet wanneer we terug zijn van vakantie. Dat hangt er vanaf. Maar in ieder geval, dus de komende maand als we terug zijn van vakantie. Uh, ik denk dat het zal of augustus of september worden, want wel 26 juli zijn wij al op vakantie. Dus ik denk dat het dan september wordt. Dan ga ik gewoon in september gewoon... ...een Hunger Games maand houden. Gewoon waar ik alleen maar Hunger Games ga uploaden. En, ehm uh, ...ja, als ik dan gewoon 15 likes krijg... ...gewoon... ...gewoon meer Hunger Games. Gewoon een maand lang, gewoon alleen maar Hunger Games op mijn kanaal. Zouden jullie dat vinden? En misschien één Hunger Games, misschien twee Hunger Games... ...misschien wel drie! En wat ga ik opnemen met Jeroen... ...en, en, 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 en allemaal vrienden en, en... ...ja, dat. Ik heb ook een boog, jongen. Ik heb gewoon een fucking boog. Ah, oh, jongens... Ik moet niet zo jumpen, dan gaat mijn voet van kapot. Ik ga hier gewoon zitten. Ik ga hier gewoon zitten en niks doen. Gewoon zitten. Ik heb een glaas water hier, van nou, jongens prost. Kom op, er worden nog uh, wat mensen dood. Zes mensen nog. <laughs> Ik moet toegeven, kijk nou gewoon. Ik heb best wel beast armor gewoon. Gewoon, gewoon, gewoon zes, zes volle, volle dingetjes. Dat is best wel OP. Ik wil niks zeggen. Maar ik heb boss armor en een stone sword. Dus ik maak een kans. Misschien wil ik de Hunger Games wel. Als ze elkaar gewoon blijven doodmaken. Dan wil ik de Hunger Games. Gewoon. Als het maar gewoon Deathmatch wordt. Voordat... Chest refellen, want anders ben ik gewoon fucked, want dan krijgt iedereen Diamond Sword en alles. Ik ben best wel opgewacht tegen een Iron Sword. Kijk, ik zie iemand full letter heeft, Iron Sword, win ik Ace Dat is gewoon geen twijfel mogelijk, want ik heb gewoon veel betere armor. Ik heb er misschien wel twee arme dingen meer, maar het is meer en zoveel. Heel erg veel verschil zal niet zitten tussen Stone Sword en Iron Sword. Ik denk iets van een hartje of zo. Diamond Sword zit wel een redelijk verschil tussen. zit er twee hartjes tussen of een anderhalf hartje. Hangt vanaf hoe je slaat, natuurlijk. Want als je springt en slaat, dan krijg je ook meer damage natuurlijk. Wat Firecreep? Firecreep has left? Nee! Nu... No fire. <laughs> fire. We had to team. Ik weet niet die weg is, maar whatever. Ik vind het gewoon grappig. Oh, prachtig. I am at the small. Small boat near. Bon. <laughs> wow. te prachtig. Oh god. Komt even een keer op full-eind. bij me in het hol. Ik maak hem hartstikke dood. Yeah, bitches. Wil ik de hangen Games? Oh my god. Oh mijn god, dat was wel grappig. Met dat waterklunk. Wow. Maar jongens, als jullie nog uh, <coughs> ja, verdere leuke ideeën hebben wat ik zou moeten doen in Hunger Games, want misschien doe ik ook wel gewoon random dingen. Dan ga ik met axes vechten en zo. Maar als jullie gewoon een keer een challenge voor mij hebben, dan laat het even achter in de comments. En dan uh, als de, de kansen uh, mee goed gekeerd zijn, dan kan ik misschien wel wat, wel wat doen natuurlijk. Even kijken, is hier iemand in de buurt? Hee, doets. Hee, doets. Oh, God prachtig. Nee, maar ik gebruik dus ook dit tech pack. En uh, wel, ik gebruik dit gewoon in principe nou voor alles. Ik vind het gewoon te fancy. Het ziet er gewoon echt te grappig uit. Wauw, dit is gewoon een te geweldige hanggames. Als, als ik met Jeroen hier zat, dan zou het nog epischer zijn, maar dit is ook gewoon te master gewoon. Want dit wordt een hele hele lange hanggames. Uh, wel, maar goed, was al ik het over kletsen. Uh, waar? Waa, waa. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar typ gewoon, gewoon waar in, 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 Google. Gewoon, gewoon, nee, bij YouTube gewoon waar. En dan vind je gewoon op een gegeven moment een Wario en een Luigi. of nee, een Wario en een en een en een. Hoe heet die andere dikke? Dikke kerel ook alweer. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is dan gewoon te grappig. En die zeggen gewoon steeds. Wah! Wah! Dat is gewoon te geniaal. Ik zal wel een link hier in de beschrijving. Of nee, in de comments, als ik het niet vergeet, mensen. Als ik het vergeet, dan uh, vertel het mij even in de comments. En dan plaats ik hem meteen even. Ah, uh, ik ben in zulke good shape. Oh god. Ik heb er wel geen vreten. Maar ja, als ik stilsta, dan verlies ik ook geen vreten. Dus oh my god, wie is dat? Wie is dat? Hey, doet. Hey, doet. Oh, ze zitten achter elkaar aan. Oh, spannend. Oh my god, spannend. Oh god. Oh god, kom op. Lol. Lol, lol. lol. Oh. Zetfus. <laughs> dit is gewoon te prachtig, dit. Fries Island, wat een map. Wauw, gewoon. Opie, opie. Lol, <laughs> lol, 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 Even kijken, zit er verschil in eigenlijk? Nee, zit er zit geen verschil in. Wauw, I'm gonna be Mitch Mask. Nee, of Mitch and Mitch of zo, weet ik veel. Nou, dit staat cooler. Ik heb gewoon full sexy lingerie. Oh, is so beautiful. is so beautiful. Hoeveel mensen nog? Uh, wel Er moeten nog uh, drie dood. nee, vier moeten er nog dood. Oh, nou drie nog in principe. Drie moeten er nog dood. En dan is het Deathmatch. En ten, I'm gonna win the Hunger Games. <laughs> Als ik deze Hunger Games win. Echt waar. Wauw, gewoon. Even kijken. All your. Ja, wacht even. You are all Noobs lol, oh wacht, YOLO Polo Cats Lolo Yolo Polo Cats Yolo Polo Wacht ik ga gewoon shift klik lol Shift klik, shift klik, zo zien ze me niet lol Jeeeee, nog een paar mensen, nog twee en dan is het, dat is een match. Oeh, uh, ik ben zo'n easy target want mensen die kunnen mij gewoon doodsnijden. Daarom ben ik ook even shift klik, dus ja Oh, te prachtig gewoon uh, maar ja, het is ook um... Ja, regio chat. Dus ja, zie niet bijvoorbeeld als ze helemaal aan de andere kant van de map zijn dat ik nou aan het typen ben. Ik weet niet, kan ik dit kapot maken en dan klimmen? Nee, dat kan ik niet. Ik kan ook niet blok glitch, want wel, dit is drie hoog en dat kan ik niet. Even kijken, zie je wat onder of zo? Zou je wel denken dan, maar goed. Nee, even kijken, laat ik die steen gewoon eens. Oh ja, ik ben shift geklikt hè, lol. Laat ik die steen eens kapot maken, eens kijken of uh, hier nog wat onder zit. Dan dus misschien. Tuk, tuk, tuk. Kom op, nog kapot, man. Gewoon een kapot. Oh, nou, dat is wel niks boeiend in, Oh, mijn god, wat is dat donker? Uh, ja, volgens mij wordt het iets donkerder. Kom op, nog drie. Nee, nog, nee, nog twee. twee. Twee mensen nog maar. Na nou, 20 minutes, until is match. Dus uh, wel. Kill twee mensen. En dan. I am gonna win the Hanker Games. Nee, maar FC, even, even in all serious. Even kijken, even de telefoon een beetje te checken. Waar zal ik wat jullie over hebben? Wauw, jongens. Eh. Uh, uh, nou, ik kan misschien wel praten over wat ik vandaag wel heb opgenomen. Wel, ik heb enorm veel hanger games opgenomen. Gewoon echt niet normaal. Ik heb nog geprobeerd om eventueel samen met uh, Jeroen een um, uh, Toy Story Adventure map op te nemen. Maar dat voelt hij geen troll aan. Dus, dus jullie niet, helaas. Misschien ik je nog wat ik hier doen samen met Jordi, Ik weet niet. Uh, hangt er vanaf. Als jullie die willen zien, laat ik daar achter in de comments. De Minecraft Toy Story 2 Adventure Map. Met dat uh, Sphinx. Sphinx, pyrobiedie Craft tech spek. Die Beetje Knirin ook heeft gedaan. Als jullie die willen zien, dan. Uh, ja, dan doe ik hem wel. Of misschien doe ik hem wel met iemand samen. Misschien wel met Jorahan, of weet ik veel. By the way, we gaan ook enorm veel skyblokken. Um doen de komende ja, maand denk ik. Want wel, ik wil vat ik op vakantie ga de Skyblock playthrough af hebben. Daar ga ik proberen om misschien nog met Jeroen de Bloodstarter Defense 5 playthrough af te maken. Um, ik heb even nagedacht, we gaan niet alle multiplayer levels doen. We gaan gewoon een uur lang Bloodstarter Defense 5 spelen. En uh, wel, dat ga ik dan uploaden. En dan gaan we gewoon de leukste levels uitkiezen in principe. Um, ja, of we moeten gaan livestreamen. Ik weet niet... Um, uh, of dat kan. Maar ik zal er met Jeroen over hebben. Dus ja, of we doen een uurlange episode of we gaan streamen. Ik zal er nog wel over gaan hebben met uh, Jeroen. En wel dan wordt het een uur tot anderhalf uur streamen of zo. En dan upload hij wel die stream op mijn kanaal natuurlijk. Maar het uh, is dus even kijken. Hij kan livestreamen. Maar ik weet niet of het met dat programma kan dat je dan in een bepaalde uh, radius kan opnemen in principe. Maar goed, dat zien we dan al wel. Het is 6 uur stream, by the way. Ik ga proberen op jullie over te halen. Om dat um, deze maandag te doen, in juni dus. Maar uh, dan haak ik er vanaf. Hij is op dit moment weg, dus uh, ik heb er in principe niks aan. Ik zal eens even kijken op Twitter of hij alweer heeft getweet dat hij terug is. Even kijken. Um, hij zou vrijdag terugkomen, maar ik weet niet. Uh, nee, ik zie niks nee, in principe. Oké. Okay. Ja, ik kan toch kijken. Even kijken, ik ben een video aan het uploaden, by the way, jongens. Eh uh, pom 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 pom. Oh ja, by the way die crisis 3 vs look video dat kennen jullie vast wel ik weet niet of dit wat dit geüpload wordt waren uh, die herinneren jullie je vast wel. Eh uh, die date er 5 uur over om te uploaden bij mij. Ja wel zo garbage is mijn internet. Waarom maken jullie elkaar niet dood? Er moeten nog twee mensen doodgaan en dan kunnen we naar de death match en dan alsjeblieft ik niet. Want daar heb ik geen zin in natuurlijk om dood te gaan. Want ik ben gewoon weer niet de poejong. We niet de poejong. Oh, prachtig. Oh ja, by the way jongens, ik ga binnenkort ook een gastro gastrol video maken En als die er al op staat dan ja, ga ik binnenkort kijken naar jullie gastrollen? Ik weet niet. Maar, um, ja, dat wordt dus even, even kijken en zo. Want, uh, wel, als ik op vakantie ben, dan uh, ga ik proberen om als veel mogelijk video's te uploaden. Fuck me. Kan ik bij die... Kan ik daar... Nee, oké. Okay. Maar, wel, er is dus nu in principe al geen kans meer dat ik win. Want... Uh, nu gaat iedereen full iron en diamond swords en iron swords en 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 chestplates kreeg, er helemaal geen zin en ja, dit is gewoon zo grappig, kijk dan, yeah, je shift klikt <laughs> Dit is zo grappig, want wel, dat is bij de, bij de sprint mod en dat is in principe niet bij de normale Minecraft Want, kijk maar, dan, dan, dan shift klik je in principe, uh, dit even weghalen Kijk, dan shift klik je en dan kun je niet je inventory openen, kijk, dan dan unshift je weer, dus ja, dat dat ze die animatie zo hebben gemaakt, dat, dat is best wel grappig uh, ik weet niet iemand naar de boot komt. Dus ik moet echt gewoon shit klikken dat hij mij niet schiet. Ik moet ook tegen de val aan staan en zo. En als hij mij gaat beschieten, ben ik ook gewoon dood in principe. Maar als ik zomaar mijn zwaard doe, dan moet ik in principe wel een kans hebben om het overleven. Wat echt gewoon geniaal zou zijn, is dus dan ik een keer op ongeluk inflikker hier. En uh, dat video dat anders aan het vechten is of die chest of zo. Dat ze hier dan in donderen met z'n tweeën. En dat er één doodflikkert en de ander gewoon twee haartjes heeft. Gewoon one shot. Yeah, bitch. Diamond sword, full iron. Yeah. Dit is me toen overkomen bij die 12 games vier Weet je, dan nog? Oh, geniale hanger games. Echt waar. Even kijken. Oké. Okay. Eh... Uh, ik vind dit echt gewoon, gewoon een episch texture gewoon voor alles in principe. Het zwaard ziet er een stuk beter uit, de boog ziet er een stuk beter uit. Gewoon ik ga dit, deze gewoon vanaf nu altijd gebruiken. Dit wordt gewoon een ding van mij. Gewoon omdat het gewoon te epic is. Dus ja. Goed, wel hallo, gaan we nog een keer wat doen of zo. geef me je moedje man, ja Dan is het echt nog 20 minuten is tot deathmatch, dan ben ik echt gewoon fucked. Even kijken, ja 20 minuten tot deathmatch, wauw jongens. Skills. Uh. Yes! Nog één! Please! Vladikon is died. Oh my god. Wat ik gewoon hoop is dat ze gewoon minder armor hebben dan ik of zo. Gewoon, weet ik veel. Gewoon, het zou mij gewoon te episch zijn. Als ik deze Hunger Games gewoon win. Ik ben al gewoon blij met een, met een second place in principe. Gewoon dat ik al in Deathmatch kom zometeen. Dat zal al gewoon te wow zijn. Maar gewoon dat ik het ook nog zou winnen, Dat zou gewoon helemaal te OP goed zijn. En ehm. Um, wel, als ik gewoon tweede, tweede word, dan uh, vind ik het ook gewoon, gewoon prima in principe. Kijk, ik word dus automatisch in principe derde. Want wel, ze zullen eerder iemand anders vinden dan mij natuurlijk. Want wie komt er nou naar deze pro toe? Ze zijn gewoon op dit moment aan het zoeken naar die mensen natuurlijk. Dus Ja, wel, die lopen gewoon, random rond. Kijk, mij vinden ze nog geen 100 jaar. Dus wat dat betreft komt er nou iemand daar. Ja, yeah, boem. Snijdt mij hartstikke dood. Power 500 boog. Ja, yeah, boei. Wauw. Had ik nog maar wat arrows? Want als die daar stond, dan kon ik hem zo snijpen. En dat was bij uh, die Swaat Games 4 toen met het, het regent mensen, uh, jongens, Wauw. Wow. <laughs> Hallo Winnie the Pooh, ja. Wat vinden jullie eigenlijk van mijn hele Winnie the Pooh thema met uh, mijn uh, YouTube banner en zo? Ik vind het best wel grappig, dus ja, laat even achter in de comments. Moet ik daar iets aan veranderen of uh, moet er nog meer bij? Weet ik veel. Cheers, by the way. Um... Ja, ik plan wel om misschien binnenkort wat met shirts te doen, ik, 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 ik ga ze nog niet verkopen, dat zou ik pas gaan doen na de vakantie. Oh ja, by the way, de giveaway, bij de 500 subs, ik heb nu bijna de 400, bedankt allemaal die deze video kijken. Misschien heb ik er wel 500 tegen de tijd dat jullie deze video zien, zo ja, erg bedankt. Maar, um, 400 anders in principe, maar bij de 500 subs zat ik dus te denken, een Minecraft account of een t-shirt voor mij. En dan heb ik wel gezegd, um, wel, ik geef jullie een Minecraft account. En toen heb ik bedacht: Weet je wat, ik ga jullie een t-shirt weggeven. En toen heb ik dus gezegd: Ik ga jullie een custom t-shirt weggeven. Dat ga ik niet doen. Jullie kregen de uh, tweede druk. Uh, dan dus mogen jullie in principe kiezen. Uh, ja, niet kiezen wanneer het gewonnen is, maar gewoon daarvoor. Van wat dan ik ga doen, want dan weet ik van die t-shirts. Maar dat wordt dus een tweede druk. Je mag, dezelfde, je, mag je eigen kleur uitkiezen en je maat, natuurlijk allemaal. Maar het is dus op een t-shirt. En, um, welke is van t-shirt, spreader of zo, so weet ik het allemaal. Het is wel hoge kwaliteit, want Beijing Canadian. En iedere YouTuber gebruikt die t-shirt. Skept sparkles ook, volgens mij. Even kijken, huh? Is dat iemand? Nee, oké. Okay. Ik dacht even dat is een neemtijd. Hallo, Mr. K Web. Oh god, er is toen wel iemand bij mij ingeflikkerd die heb ik toen hoofd gemaakt. Dit <laughs> is gewoon de OP's te hangen, Games. Oh, wow. Wow. Ik zit in de gaten en Dutch wat shit. Nee, oké. Okay. Oh, wat prachtig. Even kijken. Nog, nog één moet de dood. Oh, ik zeg dat dat AD Ruven dood moet. Ja, ja, ja. Woohoo, Bear. 1789. Wauw, epische naam jongen. 16.000 punten. Respect man. Ik heb er maar eens voor 500 of zo. Ja, waarom doe ik steeds? Ik zie naar de korke als je dat denk ik of zo. maar gewoon als ik saai ben dan... en ik praat, doe ik gewoon altijd. Ik weet niet waarom. Maar misschien uh, even kijken. Is er wat op Skype? Even kijken. Ik doe even zo, dan zie ik tenminste of daar wat aan de hand is. De even kijken. Uh, Skype, contactpersoon. Lol, lol, lol. Oh ja, jongens, by the way. Ik heb dus op mijn Skype in mijn stemming gezet. Ik zal even kijken. Uh, ga mij niet in een random gesprek gooien. Stuur om iets als het echt belangrijk is. En ik praat mensen wanneer ik, ik op online sta. Dat is dus is inderdaad zo, want als ik op offline sta, dan ben ik altijd aan het opnemen. Dus um, ja, toen ben ik met vrienden aan het praten voor opnames, dus dan kun je me gewoon niet storen. Uh, zoals ik online sta mag je me in principe alles vragen, maar ga niet zeuren. Kijk, als het echt belangrijk is, dat ga ik wel veranderen, maar ga niet zeuren over de server. Het geldt hetzelfde bij Jordi en Jeroen. Ik weet niet wat Jeroen gaat doen met de server, maar... Yes. Halleluja. 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 Ik niet hoe hoog audio pick dat was, maar goed. Wauw, ik ga gewoon... Ik, ik, ik word gewoon 30 dus in Hunger Games. Jongens, je kunt gewoon als dus Hunger Games in principe tot aan de deathmatch komen als je gewoon dit doet. In principe gewoon kamperen, jongen. Ik heb hier een mooie, een mooie afvalton. en hier is mijn tent, zo. Hier uh, gooi ik s'nachts altijd wat overheen. Nou, ik heb wel een afdakje, dat houdt en zo. Dus uh, het is ook nog waterdicht hier, dus dat is een man mooi. Oh mijn god, als ik dit win, serieus, echt waar. Wauw. Wauw, de laatste Hunger Games van de dag kreeg ik dit. Oh, dat geeft me zoveel support. Ik heb gewoon een paar keer echt gewoon gefucked up vandaag met Hunger Games. Waardoor ik echt gewoon dood ging. Het waren zulke mooie gameplays dan in principe. Maar dan ging ik dood door dat... Het... Allemaal onzin. En uh, ja, ik weet niet of ik het daar al over heb gehad. Maar ik ging dus allemaal dood door onzin. En uh, ja, oké. Okay, even de shift klik. Please, heb geen goede items. Wauw. Jij hebt geen match voor mij in principe. Maar dat was een ander probleem. Ik laat het er gewoon uitvechten. Peace, snoeps. Peace, 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 peace. Ga vechten. Ga vechten dan. Wauw. Ja, nee. Ik ga de hanggames Games gewoon rekken. Lol, troll. Troll, trol, troll, troll, troll. Nee, oké, okay, geen troll dus, oké. Okay. Daar heb ik al een loot opgeskipt volgens mij wel, hè. You are not getting me alive. You are not getting me alive, bitch. You are not getting me alive. Nee. Hey, wat zijn we hier aan het doen, meneer? Vinden we dit normaal of zo? Jij gaat mij niet levend te pakken krijgen. Oh, jongen. Oh, jongen. You are not taking me! Yeah! <laughs> Ik had geen kans. Ik had gewoon geen kans. Ik zei, I was in a hole. Ah, oh, verdomme. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken, allemaal. Tot de volgende keer. Fantastische Hunger Games. Ik ben. Ik, ik, ik heb niet gewonnen. Ik heb niet verloren. Ik heb mezelf vermoord. Suicide is the way to go. Nee, maar hij had mij sowieso dezelfde vermoord. En. Ik had gewoon geen kans. Maar hij heeft goed gewonnen. Kijk, want. Als gewoon mensen winnen, gewoon door onzin. Bijvoorbeeld, full letter Wooden Axe of zo. En dan heb ik gewoon zoiets van, yeah, right. En hij wint van iemand met een, 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 een uh, full gold of zo. En een, wooden, en een stone sword of zo. Dat slaat nergens op, natuurlijk. Maar, um, ja, maar gewoon denk ik nou verlof van die Ja, Hij had dat gewoon verdiend. Hij heeft gewoon ook echt zijn best gedaan. Full iron diamond sword. Zwak heb ik ook hunger games gewonnen. Dus, um, ja, ik, 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 ik gun het dat soort mensen inderdaad. Maar goed, tot de volgende keer. Laat even wat awesome likes achter. Dan gaan we kijken of het Zwin. Likes kunnen krijgen voor deze awesome Hunger Games. En hey jongens, dan zeg ik tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En abonneer als je het niet hebt gedaan. En wordt een vinidepoep. Ja yeah hoorie. En volg mij Shadow Games En dan spreek ik jullie later. Dus ja, later mensen.